Goed, waar zijn we, Lars? Duits wijnconcours, categorie overige rood. Ja, dus tot 15 euro. We hebben dit jaar. Is eigenlijk geen spätburgunder. Nee, precies. Ja, dus alles behalve spätburgunder. En we hebben dit jaar twee categorieën moeten maken, want er waren heel veel inzendingen. Ja. Met ook echt hoogwaardige wijnen. Dat zien we straks in de finale nog wel. Van de prijskategorie boven 15 euro. Dus rood wordt belangrijker in Duitsland eigenlijk. Dat is wat je studeerde of niet? Nou ja, de groei is eruit hoor. Het is over zijn hoogtepunt heen. Maar goed, een derde van de aanplant zijn blauwe druiven voor rode wijn in principe. En ja. Twee derde is wit. En dat is vrij stabiel de laatste jaren. En het is niet alleen maar spätburgunder natuurlijk. We hebben in dit soort categorieën ook Lemberger en Trollinger en Schwarzriesling en dat soort dingen. Dat zie je ook, Doornvelder. Ja, Doornvelder hadden we. Hele behoorlijke Doornvelder. Ja, behoorlijk goede Doornvelder. Ja. De variatie is best groot toch? Ja. En de diversiteit. Dus dat maakt het ook wel leuk aan de proeven. Dat is interessant ook. Precies. En om het rijp te krijgen is geen probleem meer. Hè. Dat is eigenlijk... zelfs met... hier zit... Dit is spätburgunder, maar er zit ook Merlot en Cabernet Sauvignon hierin. Dit is een wijn uit Baden. Ja, uit de Kaiserstuhl. Van wijngoed Landerer. Ja. De Cuvée Rood trokken 2018. Uit Oberrotwaal. Ja, dit is natuurlijk ongelooflijk dat Merlot daar rijp wordt, dat verbaast me niet. Maar Cabernet Sauvignon, er zit geen groen kantje aan. Nee, het is gewoon lekker vol donker fruit. Nee, voor Cabernet Sauvignon is dat best verwonderlijk eigenlijk. Ja. Maar dat zegt wel iets over het klimaat op het ogenblik dat gewoon lukt. Ja, ja. En dat je dat mooi rijp kan krijgen. Ja. En de balans is hartstikke goed. De balans is goed. Het is slim gemaakt ook. Hè. Roestvrij staal, gedeeltelijk in 30% gaat geloof ik in bariek. Ja, dat rondt er mooi af. En ja, dat krijg je echt een mooi zonnig, vol, sappig glas rode wijn. 14 euro. Een perfecte winnaar, denk ik. 14 euro bij Welkom aan Tafel. Dus van harte gefeliciteerd. Ja, mooi.